Hallo Sunshiners, vandaag gaan we een potfilter reinigen. Het klinkt onnozel en banaal, maar ongetwijfeld zijn er veel mensen die nog nooit een potfilter gehad hebben of die sinds kort een potfilter hebben en niet weten hoe ze hem best kunnen gaan reinigen. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. De meeste potfilters werken de dag van vandaag met een systeem met een hefboompje. Dit systeem zorgt ervoor dat het water kan afgesloten worden zonder dat je eerst al jouw leidingen moet gaan meenemen naar buiten, bijvoorbeeld om het potfilter te gaan uitspoelen. Het volstaat om het potfilter uiteraard eerst uit te schakelen, dan de hendel omhoog te trekken, voorzichtig deze eruit te halen en zoals je ziet loopt er geen water uit. Eenmaal je dat gedaan hebt, moet je de stekker uittrekken. Of dat heb je uiteraard al gedaan op voorhand, ik kan hem hier gewoon uitschakelen. Daarna zal je zien, maar dat doe je beter buiten, dat er een aantal hendels zijn op de meeste potfilters. Het is niet zo dat het met alle potfilters zo is, maar met een groot deel wel. Die hendels moet je gewoon gaan open doen. In dit geval de twee zijlippen omhoog trekken. Je neemt vanzelf de kop eraf. Zoals altijd komt er altijd wel wat water uit, dus doe het misschien beter als je partner niet in de buurt is. Modellen met een UV-lamp erin gebouwd, kan je maar beter gaan opletten dat je dit glas niet gaat breken, uiteraard. Je legt hem netjes langs de kant en je gaat ergens het water gaan uitgieten die in jouw potfilter zit. Eenmaal al het water uit de potfilter is, kan je de mandjes die er zich in bevinden gaan uithalen. In dit geval hebben we een mandje met filterwatten, een mandje met spons, een mandje met biologisch filtermateriaal en een mandje met verschillende soorten biologisch filtermateriaal. Het is niet mijn filter en dat is ook te zien aan het filtermateriaal die erin zit. Het is geen Sega Siporax. Maar goed, het zal op zijn minst even goed zijn. Dan heb je nog uiteindelijk een lege pot over. Het biologisch filtermateriaal kan je eventueel gaan uitspoelen. Al dan niet met aquariumwater, misschien liefst met aquariumwater. Of in sommige gevallen kan je ook gewoon gaan doen met leidingwater. De sponsen kan je volledig gaan uitspoelen. En de filterwatten kan je beter gewoon gaan vervangen. Eventueel uitspoelen, maar ik ben voorstander van vervangen. Eenmaal alles uitgespoeld, ga je gewoon de mandjes gaan terugzetten. Zorg ervoor dat de mandjes altijd juist zitten. Onthoud dus goed waar de aanvoerbuis en dergelijke neerzet. Zorg dat de mandjes mooi op elkaar staan, anders zal straks jouw potfilter niet meer dicht kunnen. Plaats de kop van het filter terug. Normaal gezien, als jouw mandjes goed zitten, zal het heel eenvoudig zijn om de kleppen weer te gaan dicht doen. Wat dus in dit geval nu niet zo is.
Zorg ervoor dat de kleppen weer heel goed dicht zijn. Neem de kop van de filterpomp terug. Steek die terug netjes op zijn plaats. Haal de hendel over. Waarschijnlijk heb je het wel gehoord, er wordt automatisch water aangezogen. Als dat niet zo mocht zijn, er zit in heel veel gevallen de dag van vandaag een dergelijke knop op. Het zal meestal niet voldoende zijn om eenmaal te drukken. Meestal moet je een aantal keer gaan drukken op die knop om het te gaan aanzuigen. Wacht om het toestel opnieuw in te schakelen tot er zoveel mogelijk lucht uit de pomp weg is. Eenmaal je merkt dat de afvoer geen lucht meer bevat en je ook geen water meer hoort lopen, zou het kunnen zijn dat daar nog wat lucht in zit. Normaal gezien, elke beetje fatsoenlijke pomp zal zichzelf op een aantal minuten, uren tijd gewoon vanzelf ontluchten. Helaas gaat dat vaak gepaard met heel veel lawaai. Moest het zijn dat je te veel lawaai hebt nog en dat er te frequent luchtbubbels door jouw rotor worden heen en weer geslingerd en dus op dat ogenblik veel lawaai maakt, kan je nog altijd, terwijl de pomp ingeschakeld is, een aantal keer gaan schudden. Heel vaak gaan er luchtbelletjes die ergens vastzitten dan ook loskomen, richting jouw rotor gaan en vanzelf naar buiten gaan. Eenmaal je alles terug goed hebt aangesloten, steek je opnieuw de stekker uit stopcontact en in mijn geval schakel je de schakelaar in. Zoals je hoort, het eerste ogenblik een hele kille lawaai. Je ziet ook, jullie zullen dat niet zien, maar er komt hier nog een hele kwade lucht door. Wat is simpelweg omdat er nog wat lucht tussen het filtermateriaal zit. Als dat al lang duurt, even schudden. En we hebben opnieuw lucht. Zoals je merkt, er komt redelijk wat lucht uit. Je kan natuurlijk ook gewoon de natuur zijn weg laten doen en het vanzelf laten gaan. Dan duurt het gewoon wat langer. Zo reinig je dus een potfilter. Heel eenvoudig, niets om schrik voor te hebben. Hoe vaak moet je het nu gaan reinigen? Vrij eenvoudig. Wanneer die vuil is. En dat is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend voor iedereen. Van de ene persoon zal het een stuk vroeger gaan gebeuren dan van de andere persoon. Afhankelijk van de bezetting van jouw vissen, hoe vuil jouw vissen zijn en dergelijke meer. Eigenlijk zou ik als advies gaan geven, doe in het begin dan toch zeker wekelijks jouw potfilter open en ga kijken naar jouw filterwatten. Als die extreem vervuild zijn na 1 week, moet je het misschien zelfs iets frequenter gaan doen om die filterwatten te gaan reinigen. Gelukkig maar gebeurt het niet heel vaak. Meestal duurt het 1, 2 tot 3 weken. Eenmaal je dat ritme hebt, weet je wat je er kan aan doen. De sponsen mag je minder frequent gaan uitspoelen. En in verband met het biologisch filtermateriaal heb ik nog een video gemaakt die rechtsboven in beeld verschijnt. En ook hieronder in de comments staat een linkje naar het uitkoken van filtermateriaal. Bedankt om te kijken naar deze video. Hopelijk had je er iets aan. Rechts onderaan in beeld is een video die aangeraden wordt door YouTube. Links onderaan is de laatst geüploade video. Rechts bovenaan kan je zich gaan abonneren op mijn kanaal. En links bovenaan kan je lid worden van het Premium Aquarium Clubje. Bedankt om te kijken naar deze video. Fijne dag nog. Dag.